Goeiedag. Ja, veel Hollandser dan dit plaatje. Achter mij de koeien en de stapelwolken. Ja, dat kan eigenlijk niet. Het was een echte Hollandse zomerdag vandaag. Vrijwel overal bleef het ook droog en was de temperatuur aangenaam. Het was ook een prima dag voor de start van de Vierdaagse in Nijmegen. Heel veel wandelaars stonden er klaar voor en konden genieten van prachtig wandelweer. De komende dagen zal dat eigenlijk ook wel zo zijn. Alleen is het wel zo dat er dan af en toe een bui kan vallen. En we hebben er al veel over gehoord. In het zuiden van Europa is het bijzonder warm. Ik heb de weerkaart er eens bij gepakt. En dan zien we ook dat het rood gekleurd is als gevolg van de temperaturen. Temperaturen tussen de 35 en 40 graden. En op sommige plekken zelfs uitschieters richting de 40 tot 45 graden. En die temperaturen die komen natuurlijk wel vaker voor in het zuiden van Europa. Maar wat opvalt is dat het allemaal zo lang aanhoudt. En ik heb hier een animatie achter me staan en ik ga die eventjes aanzetten. Dat gaat allemaal vrij snel, maar wat ik ermee wil laten zien is dat die hitte voorlopig ook nog blijft. Zowel in Spanje, Italië als in Griekenland blijft die temperatuur steeds heel hoog in de middag. Steeds tussen die 35 en 40 graden met uitschieters erboven. En dat loopt in ieder geval door tot en met volgende week dinsdag. En de animatie gaat eigenlijk niet veel verder, want ook daarna lijkt die hitte nog steeds aanwezig te zijn. En komt die hitte dan ook onze kant op? Nou, dat is niet het geval. En daarvoor verschuif ik de kaart en gaan we richting meer het noordelijk deel van Europa kijken. Dan zien we Nederland ook verschijnen. Die temperatuur heb ik even weggehaald. We kijken nu naar het weerbeeld. En wat direct opvalt is dat wij te maken hebben met een west-noordwestelijke stroming. En die is ook constant feitelijk aanwezig en zorgt ervoor ook dat die zuidelijke stromingen niet op gang kan komen. Ook in de bovenlucht zien we dit patroon duidelijk terug. En wij moeten er dus rekening mee houden dat het bij ons gewoon allemaal wat wisselvalliger blijft en ook niet zo heet gaat worden, omdat de aangevoerde lucht nou eenmaal een stuk gematigder is. Woensdag moeten we bijvoorbeeld rekening houden met een aantal buien die over kunnen trekken. En ook donderdag en vrijdag zal het licht wisselvallig zijn, waarbij de buienactiviteit op donderdag weer erg mee lijkt te vallen. Het is ook zo dat buiten de buitjes om, en dat zijn er echt niet heel veel, er gewoon ook zonnige perioden zijn. Kortom, ik ga het nog maar eens een keer zeggen. Typisch Hollands zomerweer in onze omgeving. En de foto die ik u net liet zien van de koeien en de stapelwolken, die kunnen de komende dagen nog steeds gemaakt worden. Het weerbeeld voor woensdag dan. Dan zien we enkele buien ingetekend en temperaturen tussen 19 en 21 graden in het noorden van het land. In het zuiden van het land gaan we nog wel richting de 23 tot 24 graden. Een zomerse temperatuur, dat wordt woensdag moeilijker. Dinsdag kon dat nog wel. De wind waait uit het westen en is overwegend matig. Woensdag is net die ene dag dat het ook wat harder waait rond windkracht 4. En dan donderdag, dan neemt die wind weer af, is die zwak tot matig. En de temperaturen die veranderen niet erg. Het is zo tussen de 20 en 23 graden met wolkenvelden en zonnige periode. En heel lokaal kan er nog een buitje vallen. Donderdag lijkt die buienactiviteit weer wat minder te zijn dan de woensdag. En dan de dagen erna, we houden het gewoon hetzelfde. Rond de 22 graden op alle dagen in het midden van het land. In het zuiden mag u er dan 1 of 2 graden bij optellen. In het noorden vaak een graadje lager. Met wolkenvelden en zonnige periode. Kortom, typisch dat Hollandse zomerweer nog steeds. En ideaal weer om erop uit te gaan. Nog fijne dag.